verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Welkom bij het ABFF TV. Dit is een programma van het Amsterdams Buurtfilm Festival. Mijn naam is Kibret Mokonen, initiatiefnemer en artistiek leider van het ABFF. En vandaag zit ik hier met Paul Busker, de filmmaker, de initiatiefnemer van 14020. En ook zeker heel veel betrokken nu bij het ABFF, toch Paul? Ja, inderdaad. Dankjewel, fijn dat je er bent. Hey Paul, je hebt dus bij de ABFF films gemaakt. En daarna heb je ook een heleboel film gemaakt. Daarna heb je 14020. Samen met de collega's opgezet. 14020.nl. Dat is een website geworden. Mm. En dat is een. Van oorsprong ging het eigenlijk alleen maar om de films. Mm. En dat is een deel wat je gezien hebt. Lutke Meer Polder is een deel van een serie. Maar daarna zijn we eigenlijk gewoon gaan schrijven met een aantal mensen. En dat is. Wij hebben een gewone reguliere nieuwswebsite gemaakt met eerlijk Amsterdams nieuws, zoals wij dat noemen. Eerlijk Amsterdams nieuws. Ja, niet zozeer de nieuwsberichtjes van de feiten die in de stad gebeuren, maar meer op politiek gebied. Mag ik dan stiekem zeggen, dit is ook voor jullie inspiratie geweest, jouw betrokkenheid, ook collega van jou betrokkenheid bij de ABFF, klopt dat? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk ligt de geschiedenis vanuit het wijkcentrum waar ik mee bezig ben geweest. Ja. En ook de website daar. Ja. En daar ging het dus eigenlijk om berichtgeving aan bewoners. Ja. En dat is eigenlijk 14020.nl is daar eigenlijk een mooie voorzetting van, zou ik eigenlijk zeggen. En hoe is het ontvangst bij jou in de buurt? Sommige berichten, dat springt er echt uit. Ook de filmpjes, moet ik zeggen, in het begin. Dat was echt heel bijzonder, omdat we lieten toen verschillende parken zien, verschillende groengebieden, die erg onder de aandacht lagen van dit college. Hè, om daar dingen te kunnen bouwen, om dat eigenlijk minder groen te laten worden. En we hebben toen heel veel impact gehad op dat moment. En ja, op dit moment zijn we dus bezig om ons een beetje opnieuw uit te vinden, laat ik het zeggen. We zijn nog meer bezig met onderzoek, journalistiek zou ik bijna zeggen. En die kant willen we wel blijven opgaan. Ja, en wie zijn jullie allemaal? Onder andere Nico en er zijn een aantal schrijvers die meekijken, meedoen. Om de website natuurlijk te vullen. En allemaal buurtbewoners of zo? Ja, vanuit Amsterdam. Het is niet alleen maar het centrum, het is echt heel Amsterdam. Ja. En dat zou je ook zien in die filmpjes, dat is echt overal opgenomen. Dat is echt, Ja. We hebben het wel vorig jaar kort over gehad, hè? 14020. Hebben jullie nog zes goede bericht van het gemeente? Of, ja. Die hebben alleen recht op een telefoonnummer, zou ik zeggen, en niet op een website. Mooi, ja. Mooi. Ja. Ze lezen wel. Ze lezen wel mee, absoluut. Dat is ook jullie bedoeling. Absoluut, ja. Dat weten we. Mooi. Ja. Mooi. En het wordt ook door hen goed ontvangen, hoewel de kritiek natuurlijk zit bij de politiek. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo. Misschien is het leuk om ons kort te vertellen, hè, vanuit alle productie die jullie tot nu toe gedaan hebben. Ja. Welke impact is er nu? Wat de impact is geweest. Vullers heeft de meeste impact gemaakt, zeg ik dan. Maar ook dat is eigenlijk een beetje weer ter ziele. Er worden nu een aantal acties ondernomen op vuilnis ophalen. De parken die liggen in, onder het vuur, zou ik bijna zeggen. Er is weliswaar een nota aangenomen en er zijn heel veel moties op aangenomen begin dit jaar. Er zijn toen ook acties weer geweest. En er zijn die filmpjes natuurlijk ook heel handig bij geweest. En daar zie je toch ook de politiek worstelen met wat ze willen. En kijk, ze hebben natuurlijk een lange termijn visie, maar het vervelende is dat als zij in het park willen gaan bouwen, dat stoort natuurlijk ook ontzettend. Dat zou eigenlijk niet mogen. Er zijn toch ook andere problemen in parken die gewoon ontkend worden, zeker door de gemeente. En niet zozeer door de politiek, want die erkent dat ook wel, dat er wat speelt. Maar ja, die kunnen ook niks doen. Dat is dus zo vervelend. Dat lijkt wel of ze willen het niet doen. Misschien kan je het ook zo formuleren, Wie zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld bij jullie
productie inlevert. Het gekke is dat wij zijn natuurlijk zelf op zoek naar nieuws. En wij kennen natuurlijk heel veel bewoners. De bewoners hebben ons gevraagd om een filmpje van hen op te nemen. En zo zijn we ook in contact gekomen met Alice van Lutkemeer. En zij heeft een verhaal te vertellen. En zo hebben we andere bewoners over hun park of omgeving ook een verhaal te vertellen. En dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. We laten eigenlijk die bewoners het verhaal vertellen. En wij zetten het op beeld, als het ware. En wij geven dus eigenlijk meer ruimte dan een soort reportageploeg van een andere omroepvereniging, zou ik bijna zeggen. En we laten het verhaal dus letterlijk door de bewoners vertellen. Het is ook hun verhaal. Het is niet ons verhaal. En dat vind ik ook dat er alle respect voor getoond moet worden. Ik heb eens een keer een filmpje gezien over Alice en het probleem daar in de Lutkemeerpolder. Door een erkende Amsterdamse zender. En dat was gewoon vreselijk om te zien hoe daarmee omgegaan werd. Vanuit de hoogte gefilmd en dat soort dingen. Terwijl dat er geen respect getoond werd voor de mensen die daar een strijd aan het voeren waren. En zo merk ik dat wel. En dat respect geven wij wel. Ja. Ik heb thee van jou gemaakt, maar het is een beetje koud geworden. Mag ik thee? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dank je wel. Hey, dus je hebt 2021 dat Fullness gemaakt. Ja. En dit jaar heb je ook nog een andere mooie korte film gemaakt. Dat is Lutkemeerpolder. Dat is een serie greenwashing. Ja. En greenwashing gaat er eigenlijk over hoe het college eigenlijk het groen vernietigt, terwijl ze met de mond beleiden dat ze zoveel voor groen over hebben. En dat is eigenlijk wat we willen laten zien. Dat laten dan de bewoners zien. En de beelden tonen dat aan, dat het eigenlijk zonde zou zijn als die parken bedreigd worden door bebouwing, door gif zelfs, dat soort dingen. Dus we hebben daar echt een mooie serie van kunnen maken. Hoe triest het ook allemaal is eigenlijk. Echt serie. Dus een hele films. Serie. Van. Maar jullie willen één film bij ons vertoond? Ja, de allereerste was dat. Dat was Lutkemeer. En dat was nog opgenomen in de winter. Laten wij nu ons thee even drinken en dan kijken naar jouw mooie film. Prima. Oké. Nou, je staat midden in de Lutkemeerpolder, net ten zuidwesten van Amsterdam. De gemeente Amsterdam, samen met de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol, die hier eigenaar zijn. En die hier een distributiecentra willen gaan ontwikkelen. Wij zijn van Behoud Lutkemeer heel druk bezig om eigenlijk het tij te keren en de gemeente te laten inzien dat dat gewoon niet de toekomst is. We hebben een alternatief plan geschreven, Voedselpark Amsterdam. En we gaan samen met Stichting Grond van Bestaan en nog een aantal organisaties een hele grote campagne starten om het land aan te kopen. En eigenlijk wat we zeggen vrij te kopen. Niemand die de moeite neemt om te kijken wat nou de echte waarde is van zo'n polder. Namelijk het uitzicht, de wijdheid, de vruchtbare grond, het groen, het recreëren en alles wat hier mogelijk is. Er is hier gewoon de afgelopen 100 jaar gelandbouwd en de afgelopen 30 jaar biologisch geteeld zelfs. Weet je, hier kan je gewoon op fietsafstand je eten halen. In plaats van dat je hier een doos neerzet die met een autootje ingevlogen groente richting je bord gaat brengen. Het is ook het denken over wat gebeurt er nou eigenlijk als jij klikt op dat websiteje en je pakketje laat komen. Wat voor gevolgen heeft dat voor je omgeving? Als je het hebt over klimaat en als je het hebt over duurzaamheid, ja, dan moet je als stad dit soort plekken natuurlijk juist bewaren. Het is natuurlijk heel treurig om te zien hoe de gemeente Amsterdam hier tot nu toe mee omgaat. Dus in plaats van met ons mee te denken, of eigenlijk, we hebben een plan gemaakt, Voedselpark Amsterdam. We laten zien hoe het kan, we laten zien hoe we het kunnen financieren. We zijn bereid om mee te denken en echt vanaf de bottom-up, zou ik maar zeggen, het aan te pakken met de buurt, met Nieuw-West hier ook allerlei organisaties die betrokken zijn. En je ziet gewoon dat ze eigenlijk zo vastzitten in het denken dat het niet kan. Want dat is eigenlijk het enige antwoord dat ze continu hebben. Het kan niet, want het bestemmingsplan is al zo bedacht. Terwijl het bestemmingsplan is tot stand gekomen door corruptie. Dat hebben we inmiddels aangetoond. Het bestemmingsplan is natuurlijk ten alle tijde ook vatbaar voor nieuwe besluiten. Wie gaat daarover? De gemeenteraad zelf. Dus weet je, natuurlijk is het geen makkelijke weg.
Maar uiteindelijk, als wij zeggen dat wij hier het meest groene en linkse college ooit hebben, wat een hele andere stad wil en wat alles, hè, de hele duurzaamheidsagenda en de donutstad en noem maar op. Ja jongens, dan kan je ook niet doorgaan op business as usual. Hè? Dan moet je dus ook dit soort stappen nemen en gaan kijken hoe je dat op een andere manier kan gaan doen. En dan vind ik het ontzettend leuk dat je ergens een geveltuin redt en een postzegeltje groen links rechts. Maar dat gaat niet de zoden aan de dijk zetten. Hè? Wat we hier, we staan hier op het diepste punt van Amsterdam, -5,40 meter. En we willen hier over een jaartje of 30 ook nog kunnen boeren. En niet onder water staan. En daar zijn wat grotere keuzes voor nodig. Ik wil vooral iedereen oproepen om met ons mee te doen met Voedselpark Amsterdam. Kijk naar voedselparkamsterdam.nl. Oogst voor de toekomst. Dat is wat wij als Amsterdammers moeten willen. Dat is waar we ons volgens mij ook in moeten verenigen de komende weken. Richting de verkiezingen laten zien. Wij willen een andere stad. En dat kan hier. Hier kun je beginnen. Hier kun je een daad stellen. En laten we met z'n allen de grond vrijkopen. En als bewoners het heft in handen nemen. Nou, mooi. Ja. Best kort. 5 minuten. Ja. Geloof ik zelfs. 4 minuten. Ja, maar de boodschap is al... Ja, het is heel duidelijk. Dat werd ook tijdens de presentatie op het festival gezegd. We werden daar geïnterviewd. Ja. Dat het natuurlijk iemand was die rap van tong was, laat ik het zo maar zeggen. En die een heel goed verhaal had verteld. En dat vloeide vanzelf voort. En je hoeft het natuurlijk niet per se helemaal in beeld te houden de hele tijd. Ja. Wat heb je allemaal gedaan bij deze filmproductie? Ik heb de tweede camera gevoerd. Met die camera? Met die camera. Een mooie camera. En interviews bijgestaan. Op een gegeven moment zag ik bijvoorbeeld analyse. En dat was best goed om als filmmaker ook in de gaten te houden. Er werd geïnterviewd en Annelies zat zo te knijpen met de ogen. En we hebben die take gemaakt. En ik zei, wat is er eigenlijk? Ja, ze zat de hele tijd tegen die zon in te kijken. Ja. Nou ja, toen hebben we gewoon even de camera ergens op een ander standpunt gezet. Om daar van af te zijn natuurlijk. Ja. En dat moet kunnen, vind ik. Ja. Je moet wel voortdurend wel een beetje in contact blijven met de persoon die je interviewt. En je hebt ook montage gedaan? Ja, de montage heb ik ook gedaan. Dat was het meeste werk eigenlijk. Ja. En de beelden eroverheen, de meeste zijn van mij. Fijn. Je hebt ook een mooie trailer gemaakt. Ja. Want dat moest voor. Ja, je moest voor het ABF even de trailer doen. Ja. Maar... Het was ontzettend werk. Plaatjes, ja, dat was maar echt 30 seconden. Ja. Eigenlijk 25 seconden, maar ik had die 4 seconden die ervoor zitten letterlijk nodig. Zullen we toch dat even 30 seconden trailers van jou gaan kijken weer? Doe maar, ja. Ja, mooi. Ja, als inleiding. Nou, je staat midden in de Lutkemeerpolder in Amsterdam, die hier een distributiecentra wil gaan ontwikkelen. We hebben een alternatief plan geschreven om het land aan te kopen. Als wij zeggen dat wij hier het meest groene en linkse college ooit hebben, dan kan je ook niet doorgaan op business as usual. Als je het hebt over klimaat en als je het hebt over duurzaamheid, ja, dan moet je als stad dit soort plekken natuurlijk juist bewaren. Nou, mooi. Yeah. Heffe werk. Ja. Mooi ver plaatjes. Heel snel. Ja. Is een beetje Hollywood film. Absoluut. Het grappige was dat ik eigenlijk op dat beginkaartje kwam. Ja. Dat is meestal de leeftijdswaarschuwing die er zit bij films. Ja. En ik heb eigenlijk een hele andere waarschuwing gemaakt voor deze film. Eigenlijk de hele serie, dat het gewoon erg not dan was. En eigenlijk meer laten zien dat het greenwashing was. Dat ze eigenlijk in de mond... Met de mond beleiden dat het zoveel groen doen, maar eigenlijk in grote afbraak is. Ja. Waar had je ergens een soort uitdaging, moeilijkheid om in het hele proces van het maken van deze film? Nou, in het begin was echt heel moeilijk, omdat ik dacht dat ik een programma had er zit een smiley in, ook op de achtergrond. En dat is een smiley die eigenlijk, omdat het zo'n slechte boodschap is, verandert in een sad, zoals dat heet.
En dat was eigenlijk het meeste werk, omdat ik dat geanimeerd wilde doen. Ja. Het deed het niet. Ja. Het programma wat ik op het oog had, deed het niet. Maar dat zat in mijn Da Vinci Resolve, ja. Zat het gewoon. En dan zie je dus echt 24 beeldjes zie je gewoon veranderen van smiley naar een set. En dat, ja, dat is veel natuurlijker dan een harde knip. Mooi, ja. Mooi. En helemaal tevreden? Ja, zeker over de trailer ook en ook over de presentatie. Want ja. Ik was erg verrast over het grote doek bij het festival. Dat en was opvallende echt... reactie van de mensen? Ja, ook positief. Noemen ze het? Het is zelfs de wethouder die er ja. was. Ja. En die raden mij nog aan om ja, vooral contact te zoeken met de wethouder, de ja. andere. En, maar ja, dan zeg ik van, wij zijn de makers. Wij zijn niet degene die eigenlijk, wij verkopen dus eigenlijk niet de boodschap. En wij zijn niet degene die, ik sta er wel achter, absoluut. Het zou moeten blijven. Maar dat zijn andere mensen voor, daar is Alice voor. Dus zij zou het moeten doen. En ik denk ook dat ze wel contact hebben met de ja. politiek. Ik bewonder jou, want jij bent enorm mee bezig met allerlei activiteiten. Activisme, Amsterdam, nu 14.020, ja. het maken van een film. Heb je genoeg tijd? Nee. Nee, sommige dingen schieten er ook bij in. Ja. En dat, ja, dat is niet anders. Hè? Dus ja. je moet keuzes maken en dan... Ja. Maar je blijft gewoon denken om bijvoorbeeld nog ja. een film te maken. Ja, zeker. Ik ben al bezig en dat gaat maar door. En dat is eigenlijk... ja, ik ben nog steeds bezig met de Weesperstraat. Ja. Ik had er een hele mooie... Maar dat is niet afgekomen, want ik wilde me al insturen voor dit festival. Ja. Maar dat komt volgend jaar. Wat wordt dat? De Weesperstraat en de vergroening van de Weesperstraat. Het gaat eigenlijk meer over de inrichting van de Weesperstraat. Mm. En dat het grootste probleem niet alleen de inrichting is, maar vooral het verkeer. Ja. En dat ze dan van verkeer notabene met vergroening komen. En, maar ook laten ze zien dat het dan niet helpt. Dat ja, die vergroening die houdt niet het geluid tegen en de overlast die het verkeer veroorzaakt. En ook de ellende en de ongelukken. Dus dan kom je weer terug met een mooie film. Ja. Naar het ABFF 2024. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dankjewel. We kunnen nog veel meer praten, maar dan helaas moeten wij het toch hierbij laten. Want okay. we hebben maar een kleine 20 minuten uitzendingtijd. Ja. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel Graag voor je moeite. En u ook thuis. Dankjewel voor het kijken naar het ABFF TV. Mijn naam is Kubert Mokonen. Bedankt. Tot de volgende keer.